fini. Goedenavond, mijn naam is Donovan Belkendijk. Welkom bij Transparant, het programma waar wij politieke en maatschappelijke issues ter sprake brengen. Al duizenden jaren worden winter- of zonnewende in vele culturen gevierd, omdat deze gebeurtenis het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis weer de overhand neemt en dit is te merken aan de langere dagen voornamelijk op het noordelijk halfrond. Dit feest gaat gepaard met het maken van veel licht en vuur. De datum voor het christelijk feest van Kerstmis, 25 december, wordt gekoppeld aan de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Voordat men Jezus Christus relateerde aan de dag 25 december, werd op die dag het feest Sol Invictus, oftewel de onoverwinnelijke zon, gevierd. Constantijn de Grote, een Romeinse keizer, legde deze dag vast als de officiële dag waarop de geboorte van Jezus Christus gevierd zou worden. Dit is één van de theorieën die u zou kunnen vinden op het net als u de oorsprong van het kerstfeest zou intypen. Voordat we hierop ingaan wil ik u mijn gasten in kennis laten maken met mijn gasten, de heer Enrico Brandon, vertegenwoordiger van de Jehova's Getuigen. Welkom, de heer Brandon. Bedankt voor het voorrecht. En ook nog de heer Karel Breveld, lid van de EBG community. Bedankt voor het komen, de heer Breveld. Yes. Nou, met Kerstmis gedenken we de geboorte van Jezus, nu ongeveer 2000 jaar geleden in Bethlehem. Dus je zou kunnen zeggen, het is de geboortedag van Jezus Christus, de Messias. En het bijzondere is natuurlijk dat wij mensen, zolang we leven, wordt onze verjaardag gevierd. Maar als we doodgaan, dan is het ook gebeurd met onze verjaardag vieren. Maar bij Jezus blijven we zijn verjaardag elk jaar herdenken. En ik denk dat het komt omdat wij geloven dat Jezus erin op aarde gekomen is, gestorven is en verrezen is, maar dat hij ook weer terug zal komen. Jezus leeft, dus voor ons is hij die levende persoon en daarom gedenken we elk jaar zijn geboortedag op 25 december. Hiermee luidde de eerste vraag in en ik kreeg dan onmiddellijk naar de heer Brandon toe. Wat houdt Kerstmis precies in? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wel, door de meeste christelijke kerken wordt op die dag de geboorte van Jezus Christus gevierd. En Jezus Christus die als de Messias wordt gezien. Oké, en u zegt de meeste kerken. Kunt u misschien daarop ingaan, dit ook uw kerk? De Jehova's Getuigen vieren geen Kerstmis. Okay. En daar hebben we onze Bijbelse redenen voor. Oké, meneer Breveld, als lid van de EBG, wat houdt Kerstmis nou precies in voor deze organisatie specifiek? Nou, het betekent dat je stilstaat bij de komst van de Heer Jezus in de wereld. In de Bijbel staat dat de genade Gods aan alle mensen verschenen is. In Titus kun je dat lezen. En er is dus op basis van het feit dat er een bepaalde geschiedenis aan vooraf gegaan is, u heeft een deel daarvan ook uiteengezet bij uw inleiding, ervoor gekozen om het kerstfeest te vieren. Maar het is niet zo dat als je het kerstfeest niet viert, dat het een vreselijke zonde of een absolute ellende is. Want sommige mensen denken van als je dat niet doet. Nou, ik denk dat daarin mensen een keus maken, gelovigen een keus maken. Mm-hmm. Maar er is geen opdracht gegeven vanuit de Bijbel dat er kerstfeest gevierd moet worden. Dus dat moet wel helder zijn. Oké, u zegt de geboorte van Jezus wordt hierbij herdacht. Daar is de vraag nou automatisch, is Jezus nou werkelijk geboren op 25 december?
Nee, hij is niet op 25 december geboren. Er is kerkhistorisch is er een analyse gemaakt, kennelijk, om tot die datum te komen. Je noemde het Zonnewendefeest, dat was een bekend feest wat in Europa toen een belangrijke rol speelde. En je noemde ook met name Constantijn de Grote, die op een gegeven moment zich tot het christelijk geloof bekeerde en dus alles wilde verchristelijken. En onder invloed eigenlijk van hem. Want als je kijkt naar de eerste eeuwen, werd het kerstfeest helemaal niet gevierd. De eerste, tweede eeuw, derde eeuw werd het niet gevierd. Het is ergens in 300, zoveel, 36 of 354 ergens begonnen. Weet je dat men ervoor gekozen heeft. Het Paasfeest werd wel gevierd vanaf het begin. Omdat dat het feest van de overwinning was, van de Heer die opgestaan is en zo. Maar het kerstfeest als zodanig niet. Oké. Okay. Weer Brandon, u heeft net gezegd, het wordt niet gevierd door jullie gemeente, zal ik zeggen. U heeft bijbelse redenen daarvoor, zei u ook. Kunt u die misschien aanhalen? Ja, kijk, de oorsprong van het kerstfeest, zoals het al is gezegd, het is niet uit de Bijbel. Ja. De Bijbel heeft het over het kerstverhaal. Maar het feest zelf wordt nergens in de Bijbel genoemd. Okay. Dus dat doet al natuurlijk belangrijke vragen oprijzen. Van waar is het dan vandaan gekomen als het niet vanuit de Bijbel is? Wel, we hebben dat gehoord zo net. Het heeft te maken met gebruiken die uit heidense religies zijn gekomen. Mm. En die zijn uiteindelijk verchristelijkt. Okay. Een van de belangrijke dingen die de Bijbel laat zien ten aanzien van God. God wil niet dat we zijn aanbidding vermengen met de aanbidding van andere goden. Okay. Hij is een jaloerse God. Ja. Dus dat is daarom de belangrijke reden waarom wij dan als Jehovah's getuigen geen kerstmis vieren. Want we willen onze God niet jaloers maken, we willen hem niet boos maken. Oké. Meneer Breveld, ik vraag me dan af, want natuurlijk heb ik dat ook een beetje aangehaald in mijn inleiding. Maar klopt het dan nou werkelijk? En ik vraag dan, laat me het gewoon zo plein als mogelijk stellen. Waarom van alle dagen van het jaar, zijn 365 dagen in het jaar, sommige jaren 366, waarom van alle dagen wordt deze dag eigenlijk gevierd op 25 december? Is het nou, heeft het nou werkelijk iets te maken met die zonnewende? Of speelt er iets anders mee? Ja, het is met de zonnewende te maken aan de ene kant. En dat is zeg maar voor de westerse kerk, dus vanuit Europa, Rome, etc. Ja. De andere kant, de oosterse kant, zeg maar vanuit Egypte, Alexandrië, heb je ook dus de Koptische christenen, de oosters-orthodoxe christenen, Servië, Rusland, Egypte zoals ik het noemde. Bij hun is met name de kerstviering op 6 januari en niet op 25. En die 6 die heeft vooral te maken met het feit dat in die Egyptische cultuur er ook een aanbidding was van een god. Een aion. En dat zou dan de maagdelijke geboorte van die zonnegod, aion, die zou op 6 januari zijn in die richting. Hmm. Dus daarom zie je dat er een deel van de wereld 25 december het viert, de andere 6. Maar van die 25 zijn daar een aantal theorieën hoor. En ik weet niet wat van die theorieën klopt. Ja. Maar een van de theorieën is dat gezegd wordt. Ja, er zijn kerkvaders geweest die 21 maart gezien hebben als zeg maar de datum van het begin van de schepping. Ja. En de vierde dag van de schepping zou dan de dag zijn waarop je kunt praten over het moment dat er het licht zich krachtig zou hebben gemanifesteerd. En er is dus dan vandaar uitgeredeneerd van, goed, als dat zo zou zijn, dat het 21 maart, 25 maart en dan 9 maanden verder, dan zal dat dan zo zijn geweest dat het dan 25 december is. Ja. Weet je, maar ik kan dan niet zeggen dat het echt zo is of dat het inderdaad op basis daarvan is. Maar dat zijn de dingen die je tegenkomt als je zeg maar de zaken bestudeert, onderzoekt, dan kom je die gedachten tegen. En dit is één van de gedachten die hier naar voren komt, naast dat van dat, die winterzonnewende. Oké. Nou, we hebben ook gesproken met Ter Lont, vertegenwoordiger van de Volle Evangelie Community. Om specifiek te zijn, de Logos organisatie. En nou zullen we even luisteren wat Ter Lont hierover heeft om te zeggen.
Hij is niet geboren op 25 december, absoluut niet. Het moet zijn ergens in oktober. Als je de Hebreeuwse kalender erop naslaat, dat ga ik nu even niet doen, dan merk je dat het nooit kan zijn in december. Het moet geweest zijn in oktober ongeveer. Dat heeft te maken ook met de winter die dan in Israël is. Maar het is dus definitief geen 25 december geweest, dat is waar. We gedenken op 25 december zijn geboortedag. Als je de Bijbel leest, dan ga je nergens vinden wat zijn geboortedag is. Wordt niet genoemd in de Bijbel. Dus de kerk, in de eerste 1000 jaar was het de katholieke kerk, die stond dus voor de opgave, welke datum gaan we nemen om die geboorte te herdenken. Nu was het in West-Europa, was de zonnewende, was een heel populair feest. Dus kijk, wij in Suriname, de kortste en langste dag is bijna hetzelfde, hè? Is maar heel weinig verschil. Maar in Europa is het nu in december, dan is het 5 uur is het al donker en 's morgens bijna 9 uur voor het echt licht wordt. Dus het verschil tussen dag en nacht is heel groot. En wanneer de zon weer opnieuw in kracht gaat toenemen en de dagen langer worden, wat altijd door die mensen, vroeger zeiden ze de heidenen, maar laten we zeggen de traditionele gelovigen in die tijd, die vierden dus de zonnewende, je kunt ook zeggen het midwinterfeest, wanneer het licht overwon de duisternis. En de kerk heeft eigenlijk heel slim gezegd, nou als we dan toch een dag moeten kiezen, kunnen we deze datum nemen, want voor ons is Christus het licht van de wereld. Dus het is niet dat het een heidens feest is, nee, het is gekomen in de plaats van een feest wat in die tijd populair was. Vandaar dat ze de naam genomen, de dag genomen hebben, 25 december, wanneer de dagen weer gaan lengen. Want 21 december is de kortste dag, en dan een paar dagen blijft het bijna hetzelfde en dan gaan de dagen weer groeien. En daarom hebben ze 25 december genomen, als een symbolische dag. En we kennen het niet anders dan de geboortedag van Christus, maar nergens in de Bijbel staat welke dag Christus geboren is. We hebben net geluisterd naar Pater Toon. Hij is vertegenwoordiger van de RK community. En dan kijk ik naar de heer Branton. U heeft geluisterd naar wat Pater Toon heeft gezegd. Bent u het eens met alles dat hij heeft gezegd, of zijn er bepaalde punten waar u zegt van oké, hiermee zijn we het niet echt eens, en kunt u dan ook even aanhalen waarom? Ja, kijk, hij heeft duidelijke zijn bewijsvoeringen daar neergezet, hoe het is gekomen, hoe het is begonnen, dat het kerstfeest is gaan ontstaan en dat het in de plaats is gekomen van een heidensfeest en dat jaren terug werd gevierd. Wel, hij heeft natuurlijk zijn zienswijze ten aanzien daarvan, dat hij natuurlijk niet zo'n probleem vindt, omdat dan die heidense gewoonten, die heidense goden, dan zo'n beetje aan de achtergrond worden geschoven. Ja. En dat Christus nu op de voorgrond staat. Ja. Maar zoals ik dat zo net al had aangegeven, het is gelinkt natuurlijk met een feest dat een heidense oorsprong heeft. En nu gaat het natuurlijk bij ons als Jehovah's getuigen om van, wij willen onze schepper, willen we behagen. We willen dingen vanuit zijn standpunt, willen we het gaan bekijken. Wanneer hij naar het feest kijkt, dan denkt hij aan welke oorsprong dat feest had. Ten aanzien van valse goden die toen werden verheerlijkt. Ja. Wel, vanuit dat standpunt benaderen wij het als Jehovah's getuigen daarom van dat, we willen die God niet jaloers maken. We willen natuurlijk zijn woede niet om onze hals halen. En vandaar dus dat we dan het standpunt innemen. Al heeft het natuurlijk zo'n oorsprong, dat het lijkt alsof er niet meer wordt gedacht aan die valse goden. Toch, hoe beziet God het? Waar komt het vandaan? En daarom houden we ons dan aan het standpunt van dat we niet willen deelnemen aan het feest, omdat het die oorsprong heeft. Oké. Meneer Breveld, u heeft ook kunnen luisteren wat de heer Pater Toon heeft gezegd. U heeft ook kunnen luisteren wat de heer Branton heeft gezegd. Is er iets dat u misschien zou willen aanvullen? Of zegt u, ze hebben mij nou alles gezegd? Nee, ik denk dat wij, het centrale punt is Jezus Christus. Hij is voor ons het centrum van ons geloof. En wij geloven dat hij in de wereld gekomen is
om zondaren te redden. Zo staat het ook in Matthäus 1, vers 21. Zijn naam zal Jezus zijn, want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonden. Ik denk dat ik niet per se zeg principieel voor of principieel tegen het feest ben. Ik vind het prima als mensen zeggen het hoeft niet gevierd te worden. Ik vind het ook prima als mensen zeggen ze doen het wel. Omdat zij Jezus Christus centraal willen stellen. Maar ik wil wel erbij zeggen dat voor mij als christen het kerstfeest niet eens zo'n belangrijk feest is. Het gaat, voor wat mij betreft, is Pasen nog belangrijker. Omdat Pasen aangeeft dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Pasen laat zien dat de Heer Jezus zijn missie, zoals God hem naar deze wereld gestuurd heeft, heeft voltooid. Okay. En de overwinnaar is geworden over de dood. En regeert en leeft. En dat feest is voor wat mij betreft veel belangrijker dan kerstfeest. Zeker ook als je kijkt naar wat men ervan maakt. Want dat is een ander ding. Ja. Je ziet dat de essentie, het is meer een cultureel ding geworden voor een aantal mensen. Mm-hmm. Als ik het vier, vier ik het oprecht omdat ik geloof dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En dat het het vieren waard is. Dat God zijn zoon gezonden heeft. Op basis van Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Mm. Nou, en ik denk dat dat zonder meer iets is wat ik absoluut als het centrale punt plaats. En niets anders, dat alleen. Maar ik weet dat natuurlijk het verwereldelijk is. Ik weet natuurlijk dat het gecommercialiseerd is. We beseffen ook dat mensen er wat van maken. Ja. Dat is de cultureel, zeg maar, relevante kant voor mensen. Okay. Weet je, maar ik denk dat het duidelijk moet zijn waar het precies om gaat. Wat is de essentie? Waar gaat het over? Oké, okay. Heel duidelijk, heel duidelijk. Meneer Brandon, als we moeten kijken naar wie het heeft vastgesteld. Wie besloten heeft, welke persoon, welke organisatie besloten heeft dat deze dag 25 december gerekend zou worden als de geboortedag van Jezus Christus. Wil ik de eerste vragen, is het werkelijk Constantijn de Grote, zoals je kunt vinden als je wat onderzoek gaat doen? Als het nou correct is of niet, dat is punt 2. Maar als je onderzoek doet, dan merk je dat er staat geschreven Constantijn de Grote is een van de trekkers of de grootste trekker geweest om 25 december tot de dag van Jezus geboorte te rekenen of wat nou, althans te vieren op die dag. Mijn vraag naar u, is dat werkelijk zo dat hij degene was die daarmee is gekomen, als u dat nou weet? En misschien als u ook nog verder op in wil gaan, waarom denkt u, want hij is een Romeinse keizer, dat we zeggen, je moet dan ook wat politieke vaardigheden hebben om op zo'n positie te komen. En daar automatisch vraag ik me dan af, heeft dat ook een rol gespeeld, zijn politieke achtergrond. En zou er nou een politieke reden kunnen zijn geweest waarom die dag vastgesteld zou worden als de dag van de geboorte van Jezus Christus? Ja, dus kijk, het kerstfeest, dat wordt, is iets dat vanuit de kerken wordt gepromoot. Ja. Zie je? Het is een geloofsbelijdenis van veel kerken, dus het heeft zijn oorsprong bij de christenen. En zoals de geschiedkundige boeken natuurlijk allemaal dat ook laten zien, we kunnen het natuurlijk niet met stelligheid zeggen. Er zijn door de eeuwen heen zoveel dingen gebeurd en dat je iets met stelligheid kan zeggen van 2000 jaar terug, nou, dat gaat heel moeilijk zijn. Maar er zijn natuurlijk bepaalde directe bewijzen die aantonen dat het te maken heeft met de kerk. Ja. Die toen dan aan het groter worden was, aan het groeien was. Ja. Natuurlijk daarbij in gedachten houdend, Jezus Christus, hij had het ware geloof opgericht. En hij had natuurlijk ook voorspeld dat er een periode zou komen waarbij christenen uiteindelijk zouden toegeven aan verdraaide leerstellingen. Het zou komen van buiten de gemeente, maar zelf ook van binnen de gemeente zou dat plaatsvinden. Waarbij dan personen aandacht zouden gaan schenken aan dingen die niet volgens de Bijbel correct meer zouden zijn. Zouden zich niet dan gaan gedragen zoals dat volgens de Bijbel zou moeten zijn. Okay. Wel, in die periode na Jezus zijn dood en na ook die apostelen die de bewakers waren van die leer van Jezus Christus, dan heb je zo'n periode die er is ontstaan waarbij dan de kerk van het geloof begon af te dwalen zoals Jezus Christus dat had
had geleerd. Ja. Dus zo kreeg je dat er een bepaalde periode kwam en keizer Constantijn, hij had vooral, zoals je dat zegt, politieke aspiraties. Hij wilde eenheid hebben in zijn rijk. En je had die christelijke zijde en je had die heidense zijde. Ja. Dus wat gebeurde er dus nu? Hij wilde graag versmelting hebben, want daardoor zou er eenheid zijn. En dat kan dus zijn geweest door die eeuwen heen dat er dan heidense gewoonten en tradities, dat die zijn gaan smelten mm-hmm. samen met de christelijke leer. Okay. En dit is een van de voorbeelden die dat laat zien, waarbij die heidense gewoonten zijn gaan smelten ja. met die christelijke leer. Dus okay. Dat is zo'n beetje hoe dingen zijn verlopen. Oké, okay. Als je wat onderzoek doet en je kijkt naar, eigenlijk naar de atmosfeer van die periode, merk je dat het heel rumoerig was voor beide kanten. Christenen werden vervolgd, ze werden in die periode ook vermoord vanwege hun religieuze overtuiging. En als je dat weet, dan zou je nou denken dat er een goede reden zou zijn geweest voor die versmelting. Maar je zou denken, als we ze dan één maken, waarom zou de een de ander willen vermoorden? Want het is dan duidelijk zo dat de ene, we zullen ze dan heden noemen in dit geval, dan die christenen wilde vermoorden, simpelweg gezegd. En als politicus, als leider van een bepaald gebied, dan zou je denken dat dat eigenlijk de beste stap zou zijn geweest om dat stop te zetten als we ze tot één zouden maken. Wat vindt u van deze gedachte? Wel, de Bijbel heeft natuurlijk... wij werken als Jehovah's getuigen, dat is ons fundament en daar is waar we onze leer op baseren. Ja. En er is een duidelijke schriftplaats in de Bijbel die aangeeft van wie een vriend van de wereld wil zijn, ja. maakt zich tot een vijand van God. Okay. Dat staat in het Bijbelboek van Jacobus, hoofdstuk 4, vers 4. Wel, die bewoordingen zijn heel duidelijk. Ja. God en de wereld, die gaan niet samen. Mm. En wanneer we hier zo natuurlijk praten over de wereld, dan is het de van God vervreemde wereld. Okay. En wanneer personen dan dingen doen, die levenswijze die God afkeurt. Niet dat God niet van die mensen houdt, maar hij houdt niet van die daden. Want ja. wij waren ook eens in die wereld. Ja. Maar wanneer het dan verder komt op aanbidding, dan zet God duidelijk een scheidingslijn. Aanbidding, wereld. Ja. En dat kan niet gemixt worden. Okay. En vandaar dus dan dat wat toen is gebeurd, wat ik al zo net zei, ja. Het heeft te maken met een afzwakken van de leer van Jezus. Okay. Heel duidelijk. We gaan nu even weer naar een interview van Vader Toon. Kijk, in mijn jeugd, we waren met 10 kinderen thuis, als we verjaardag hadden, dan was er wat chocolademelk. En het was allemaal heel sober, hè? Maar tegenwoordig, iedereen heeft meer geld en de commercie speelt erop in. Het wordt gewoon door de zakenwereld wordt het geadverteerd. Cadeaus geven, geld maken. Ik denk dat dat vooral erachter zit. Een kerstboom, cadeautjes, komen definitief niet uit het christendom. Laat maar dat zeggen, uit het originele christendom. Die kerstboom, ze hebben te maken met heidense gebruiken. Heidense gebruiken met name uit de tijd van de Germanen. En die vierden op die dag, je moet goed begrijpen, dat op 23 december is normaal gesproken de langste dag. Op dat moment in het noordelijk halfrond, daar keert de zon terug. En eigenlijk viert men dan op 25 december de terugkomst van de zon. Dus het heeft eigenlijk echt een heidense achtergrond. Dat heeft voorkomen geleken. Dat is ook zo. En die kerstboom, dat heeft ook een andere betekenis. Het is, men relateert dat aan die wederkomst van die een bepaalde god. Daarom ben ik even kwijt. Hou me dat ten goede. Maar en het cadeautjes, dat is ook gewoon een kwestie van blij zijn omdat er iets is gebeurd. Je ziet elkaar cadeautjes. Maar, en Sinterklaas? Zeker niet. Okay, de Amerikanen spreken over Santa Claus. Santa Claus, dat is kerstmannetjes om zo te zeggen. Sinterklaas is een Europees, met name een Nederlands feest.
dat gevierd wordt 5 en 6 december, dan krijg je ook cadeautjes. Maar die dingen, al deze tradities hebben niets te maken met het christendom aan zich, zoals het is. Absoluut niet. Ja, nou, het is al gezegd, toch gecommercialiseerd, heeft met geld te maken. Ja. Kijk, en businessmensen en ondernemers, waar ze geld kunnen verdienen, verdienen ze geld. En gaan ze er alles aan doen om het natuurlijk zo te promoten, dat het inderdaad ook echt wat oplevert. Dus het is op geen andere manier te verklaren dan zo. Dat is het gewoon. Ja, en het punt is natuurlijk van waar leg je het accent op? Leg je het accent daarop of leg je het accent op wat de essentie is? En dat is wat ik reeds eerder zei. De essentie is, het gaat om Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om zondaren te redden. Dat is de essentie. En die essentie, die wil ik inderdaad ook heel hoog houden en centraal stellen. En ik denk dat je misschien van de mogelijkheid gebruik moet maken om mensen te bereiken, met hen te praten en uit te leggen waar het werkelijk om gaat. Ten aanzien van wat eigenlijk men ervan gemaakt heeft. Het is niet dat wij als Jehovah's getuigen tegen zijn wat het geven van cadeautjes betreft, wat het geven van, wat het maken van plezier betreft. Dat is het niet bij ons als Jehovah's getuigen. De Bijbel moedigt ook aan dat we plezier moeten hebben in het leven. God is een God van vreugde. Maar het moet altijd gebeuren binnen die boundaries die Hij heeft aangegeven. Dus het is jammer natuurlijk dat mensen dan, door gewoonte en dingen die ze hebben overgenomen van hun voorouders en andere dingen die er zijn gebeurd, dat men dan op die manier in een feest terecht is gekomen, dat meer de nadruk gaat leggen op feesten en op andere manieren hoe mensen zich dan gaan uitleven en andere dingen. Dat is natuurlijk jammer, maar dat is niet het belangrijkste voor ons waarom wij niet deelnemen aan dat soort dingen. Maar het belangrijkste heeft te maken met onze aanbidding. Wij willen die aanbidding rein houden. Ja, oké. Okay. Nou, je merkt dat uiteindelijk zijn er verschillende stromingen die uiteindelijk om en bij één richting opgaan. Je hebt je mening, het kan verschillen. Zolang we op een respectvolle wijze eigenlijk naar elkaar luisteren en die standpunten op een respectvolle manier naar voren worden gebracht en dat men bereid is hierover te praten. En ja, we staan eigenlijk, wanneer u hier naar kijkt, staan we aan de vooravond van kerst. En hierbij wil ik dan zeggen, prettige feestdagen, zalig uiteinde en we zien u dan volgend jaar terug. Goedenavond. Thank you.